Wij gaan vandaag weer onze vormtekenles doen. En vorige week hadden we een vorm gedaan. Vandaag doen we een nieuwe. Subjectiverend onderwijs is onderwijs waarbij de kwalificatie en de socialisatie in het licht staan van de persoonsvorming of subjectificatie. Subjectificatie houdt in dat kinderen er langzaam maar zeker voor gaan kiezen om zich verantwoordelijk te gaan verhouden tot de wereld om hen heen. De vraag is hoe we in het onderwijs, naast kennis en vaardigheden bijbrengen, dit kunnen vormgeven. Hoe zet je kwalificatie en socialisatie in het licht van die persoonsvorming? Ja, goed zo, ga staan. Doe hem eens met je teen voor je. Probeer de lijnen echt te zien voor je. En daarvoor ben ik gaan kijken bij het vrij schoolonderwijs. Zij werken al heel lang met het hart, hoofd en handen idee. En dat lijkt heel erg op die kwalificatie, socialisatie en subjectwording. Je maakt de vorm een keer zo groot als die past op je papier. Dus je gaat vaak over dezelfde lijn heen. Ik ben daar gaan kijken bij de vormtekenlessen. In het onderzoek ben ik op verschillende scholen geweest en bij verschillende leerkrachten om in gesprek met name het vormtekenen te verkennen. Wat is de didactiek? Wat gebeurt er? Op welke manier? En hoe wordt dat subjectiverend onderwijs daarin vormgegeven? In klas 4, groep 6, gaan kinderen vlechtvormen maken. Tot hele ingewikkelde aan toe. En kort gezegd doen ze dat om elk moment dat je hier een andere lijn tegenkomt, moet je even inhouden en kun je weer door. Hier mag je er overheen, onderdoor, overheen, onderdoor. En die terughouding, even rekening houden met de ander. Want ze gaan die vormen ook lopen in een grote slinger door de zaal. En dan komen ze elkaar tegen. En dan moeten ze een besluit nemen. Loop ik door of hou ik even in, zodat de ander voor kan gaan en dat de stroom door kan gaan. Allemaal oefeningen dus die analoog zijn met de dingen waar ze in het echte leven echt aan toe zijn en waar ze mee te maken hebben. Ook bij de vormtekenles in klas 1 zie je dit gebeuren. We hebben in de vormtekenles gezien hoe de kinderen aangesproken worden op hun nieuwsgierigheid, op hun verbeeldingskracht, doordat de juf in de kring een vorm loopt op de grond. En die vorm is dan nog niet zichtbaar, alleen de weg die de juf loopt. En de kinderen mogen dan die vorm ook lopen. Vanuit die grote beweging van het lopen gaan ze hem ook in de lucht tekenen. En uiteindelijk komt die vorm op papier en wordt die echt zichtbaar. En wat je dan ziet gebeuren is dat kinderen tijdens het lopen of tijdens het bewegen van die driehoek zich uiteen moeten zetten met die vorm die gegeven is. Mooie scherpe hoek. In het voorbeeld van de les die we gezien hebben, is het een driehoek en die vraagt een stukje rechtdoor lopen, een hoek maken van waar ga ik heen, nog een stukje lopen, nog een hoek en weer terug bij waar je begonnen bent. En terug naar waar je was. Die laatste lijn, ga dus even terugstaan bij Hazel. Waar moest je ook alweer naartoe, Filijne, voor het eind? Kijk eens waar je naartoe moest. Ja, want hier was je ook begonnen, hè? Ja, heel goed. Dat is een vastgegeven. En elk kind loopt die driehoek en komt daarin zichzelf tegen. Van die rechte lijn vind ik makkelijk, daar loop ik zo naartoe. En dan die hoek. Oké, waar moet ik ook weer naartoe? En dan naar de volgende. En dat in het doen, in het beleven van die driehoek, in de beweging, in de lucht en daarna op het papier, komen ze zichzelf tegen en leren ze zichzelf ook daarin kennen. Hier ligt jullie werk. Kijk eens even goed en zoek eens een driehoek uit waarvan jij vindt dat is echt een stevige driehoek. Yves, kun jij eens één aanwijzen? Deze, ja. Kun je vertellen waarom je die heel stevig vindt? Die heeft zulke mooie lijnen. Ja, hè? Stevige, rechte lijnen. En zo komen in deze les kwalificatie en socialisatie samen
als fundament voor subjectificatie. Jullie hebben echt tot de randen van het papier gewerkt. Kwalificatie is het oefenen van de driehoek en socialisatie is de beleving van de les en de aandacht voor elkaar. De lesstof en de didactiek zijn zo gekozen dat het subjectificatie mogelijk maakt. In het onderzoek wat ik heb gedaan naar de vormtekenles is het me heel erg duidelijk geworden hoe de lesstof een appel kan doen op het kind. Dat het enthousiasme, het plezier, de nieuwsgierigheid, maar ook de weerstand die kinderen ervaren in het tekenen, in het lopen, dat dat iets in het kind wekt. En dat het kind zich in die weerstand zichzelf als het ware aftast als persoon, stapje voor stapje. Dat je op die manier met het papier de kinderen mogelijkheid geeft om hun dialogen in de wereld te oefenen.